Hier gaat de mannen start voor de 100 kilometer marathon. Begrijpen ze met een daverend applaus als ze hier een eindje Zoek iedereen aan de kant gegaan. Er zijn nog 2 minuten voor de start. 2 minuten zum start. 2 minuten voor D-paard. Onze Belgische favorietes hier in Hartje-IJsden. Een blakend hart, dames en heren. We gaan aan het toerengeweld beginnen. We hebben nu dus 3 verschillende afgewensen. Iedereen heel veel succes. En we zijn vertrokken, dames en heren. Dat we gezellig op deze mensen maken. Met een fijn applaus voor hun rit over 50, 70, 100 kilometer. Daar gaan we mannen. En de vrouwen rechts. We wensen jullie allemaal een bijzonder fijne, prettige, zonnige en vooral een veilige tocht door de woestijn, door de Limburgse heuvels. En we verwachten jullie allemaal voor 6 uur vanavond hier weer terug in Hartje-IJsden. Nee, goed hè? Ja, dit is prachtig om te zien. Alleen de start zal de moeite waard om hier naar IJsden te komen. Om te goed kijken wat er allemaal te gebeuren start. Veel succes, dankjewel. Wat ik heb gevraagd, heb jij de volgende toestanden meegenomen? Dat zijn de eigen toerrijders. We gaan een paar paardjes schieten. Veel succes en veel veiligheid gewenst namens ons allemaal. De volgende groep mag oprijden. Open. Nu zijn we dus weer vertrokken, dames en heren. Hij krijgt een extra applaus. En hij heeft vooraan met nummer 237. De man van de gemeente IJsden. Die zijn beste beentje gaat voorzetten. Maar er zullen ongetwijfeld nog veel en veel meer dames en heren zijn uit IJsden en omgeving die deelnemen aan deze formidabele toertocht, dames en heren. Met een kleine 3200 deelnemers. En ook deze mannen zijn dus vertrokken voor hun rit, dames en heren, 50, 70, 100 kilometer. Deze dames en heren wensen wij natuurlijk ook bijzonder veel succes. Margriet, let op. Nog even. En u ziet de leeftijdscategorie, dames en heren, die is onbeperkt. Jongen en ouderen, die wedstrijd. Veel sportiviteit. En zorg dat je veilig terugkomt in het buitenland.